Oké, boys. Waar we de hele week al over gesproken hebben. Je moet van wedstrijd. Een keer onder het genot van een biertje in Zandpoort. Een keer laten vallen dat ik opensta voor ook een amateurclub hier in de regio. En zo ben ik het eerste gesprek ingegaan en dat was eigenlijk al zo'n goede klik dat ik dacht van ja, waarom zou ik het eigenlijk niet doen? Ik denk ja, dat Velsen een aardige naam binnen heb gehaald. Ja, als aanvoerder ben je natuurlijk wel bezig van wie wordt de trainer komend jaar. Ze hielden het heel lang een beetje geheim, maar ze zeiden wel dat ze bezig waren met een grote naam voor de nieuwe trainer voor het komende jaar. En ja, toen ik het hoorde was ik heel verrast en blij verrast, ja. Eerste klasse Velsen toverde vorig jaar trainer Martin Haar uit de Hoge Hoed. We kennen haar met name van AZ, maar na een dienstverband van 24 jaar nam hij vorig seizoen afscheid. Maar afscheid van het voetballen neemt haar zeker niet. Toen dacht ik, ja, is dit het dan? Iedere dag thuis. En gelukkig zijn mijn vrouw ook van, Mart, dit is niks voor jou. Mijn aanpak is niet anders dan binnen Jong AZ. Gewoon wel eisend zijn naar die jongens. Zeggen dat er veel gevraagd wordt, ook op dit niveau. En als je dat niet kan brengen, ja, dan, wat is dan je uitdaging om te gaan voetballen? Je moet ergens een uitdaging zoeken. Hey, boys! Come on! Innovation! En ik was wel heel benieuwd hoe hij de vertaalslag kon gaan maken naar de amateurs. Omdat daar natuurlijk bepaalde dingen wel anders lopen dan wat hij altijd gewend was. Stop! Justin Bakker! Wat moet je wel eens zeggen, man? Martin Haar staat bekend als een bloedfanatieke trainer. De inwoner van Velsenbroek vraagt 100% inzet van zijn spelers. Maar kan je van een stel welwillende amateurs hetzelfde vragen als van profvoetballers? Nee, ik moet wel nuances aanbrengen. Ik denk dat hij wel even had moeten wennen aan het amateurniveau. Want ja, bij ons gaan er soms wat dingen anders dan bij AZ standaard goed ging. Ik heb wel geprobeerd en gezegd dat ik hier niet kom om alleen maar trainertje te spelen. Moet je soms ook wel eens slikken van, jeetje, wat is dit voor niveau? Of wat is dit nou voor een smoes om niet te komen trainen? Ja, dat moet ik wel. En dan zeg ik ook, jongens maar, ik pas me wel aan het amateurniveau. Ik maak me er niet druk om. En dan schieten ze wel in de lach, want ze weten dat het niet zo is. Vooral het fanatisme is gewoon heel groot en dat hij af en toe wel is en dan komt hij weer naar me toe, heb ik een beetje last of andere spelers. En dan ligt hij er gewoon echt dagenlang wakker van, terwijl wij denken van, nou ja, doe maar rustig, weet je wel. En dan is hij er dagenlang mee bezig geweest en zit hij constant in twijfel wat hij nou komende zondag moet gaan doen. En ja, daar zijn wij dan wat minder mee bezig, dus dan denken we van, wow, je bent er echt goed mee bezig inderdaad. Lekker pik, drie wedstrijden in een week niet. Ik vind het een fantastische kerel. Fanatiek, maar humor is er ook altijd. Is ook altijd aanwezig. Dus waar het stukje waar hij heel fanatiek over kan komen, kan hij ook meteen daar een grappige opmerking aan vastknopen. En dat is denk ik Martin aan.